Ik ben Wouter Teel, ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie in Almelo. Nou, je ziet dat we de afgelopen 4 jaar is er heel goed ingezet op financieel herstel. Maar er mag wel wat meer ruimte komen om ook te investeren nu. Ja, want we vragen veel van onze bevolking, dus nieuwe dingen doen. En een ander ding wat de afgelopen 4 jaar een beetje blijven liggen is de duurzaamheidsagenda, de energietransitie. En daar moet ook een grote slag gemaakt worden. De ChristenUnie heeft bij de verkiezingen 3 speerpunten. Dat is ten eerste iedereen telt mee. Dan heb je het over chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers. Iedereen die wat extra's verdient, dat er ook aandacht voor is. Of als je extra kosten maakt, niet alleen minima, maar iedereen tot daar iets voor geregeld wordt. Een tweede punt is jeugd is de toekomst. Het begint al heel jong, het begint al voor de geboorte bij preventie. Zorgen dat mensen, kinderen goed opgroeien, alles schoolonderwijs, zodat je in een veilige binding goed opgroeit, zodat je later problemen voorkomt. Een derde punt is vrijheid, geloofsvrijheid. Dat je niet bespot wordt of belachelijk gemaakt. Dat geldt voor mensen met een handicap als je anders bent, maar dat geldt ook voor mensen die met een kabbeltje op straat lopen of wat dan ook. En dat je ook zorg en onderwijs in de eigen identiteit geregeld is. Nou, wat absoluut veranderd is of veranderd moet, is dat de burger zich herkent in de overheid. De overheid ziet als voor hem of haar, zeg maar, zijn vertegenwoordiger en tot er vertrouwen is in de overheid. En dat vraagt ook om een overheid die luistert, die faciliteert wat de burger wil en dat draagt.